Dames en heren, mag ik de vergadering openen? En allereerst moet ik melden dat de heer Massier afwezig is. Dat had hij al eerder laten weten. Hij is met vakantie. En de volgende keer is hij er weer. En verder een verdrietig bericht. En misschien dat u even met mij daarbij stil wilt staan. En het betreft het overlijden van onze oud-wethouder, raadslid Geert van Gijsel. Wilt u met mij even opstaan? Ik blijf even zitten, maar dat is niet uit gebrek aan eerbied, maar dat is vanwege de camera. Dames en heren, Geert van Gijsel was namens het CDA raadslid vanaf mei 1990 en hij was wethouder van maart 1993 tot en met 31 december 2000. En wij herinneren hem als een aimabel mens, erg betrokken bij de samenleving. Geert van Gijsel was niet iemand die zichzelf op de voorgrond plaatst. Dat wil niet zeggen dat hij niet aanwezig was. In de raads- en collegevergaderingen nam hij de tijd om dossiers goed en grondig te behandelen. We hebben hem leren kennen als een noeste werker en waarderen hem om zijn inzet voor de gemeente. Ik verzoek de raad om een moment van stilte om hem te herdenken. Ik zou graag de vergadering willen hervatten. Uiteraard hebben we de familie van de heer Van Gijsel mede namens u onze condolences overgebracht. Dan zou ik graag over willen gaan naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. En dat is één aanmelding ontvangen en dat is de heer Oosterveen over het onderwerp vermindering overlast door het plaatsen van een koffieshop. Meneer Oosterveen, welkom. U weet hoe het werkt. U bent hier al eens een keer eerder geweest. U heeft maximaal 5 minuten en daarna stel ik de raad nog in de gelegenheid om eventueel vragen te stellen als ze daar behoefte aan hebben. Het woord, meneer Oosterveen, is aan u. Beste dames en heren, mijn naam is Vincent Oosterveen. In 2013 stond ik hier voor de eerste keer in de hoop om een koffieshop te openen die zichzelf van wiet zou gaan voorzien. Dit onder andere om de plaatselijke overlast en problematiek tegen te gaan al dan niet op te lossen. Dit verzoek werd geweigerd, tot grote verbazing van mezelf, maar ook tot grote verbazing van de JOVD Zwolle en de Rolling Stones, die Dalfsen zelfs de allerdomste wietgemeente van Nederland noemde. En beide beaamden mijn stelling dat dat door dit huidige zero-tolerance-beleid de overlast en problematiek juist in de hand wordt gespeeld. Ik moest met mijn ideeën voor een gelegaliseerde achterdeur naar Den Haag gaan. Dat werd mij gezegd, want dit was niet de juiste plek daarvoor. Later bieden de burgemeesters van 25 gemeenten een gezamenlijk manifest aan het kabinet aan onder aanvoering van burgemeester Van Gijsel van Eindhoven, wethouder Everhard van Utrecht en burgemeester Depla van Heerlen. Zij durfden wat jullie niet durfden. Nu in 2017, 4 jaar later, zegt onze burgemeester dat het geduld op is. Maar dat hij enkel strafrechtelijk kan ingrijpen, wat hem een machteloos gevoel geeft. Ik zeg eigen schuld, dikke bult. Ik had jullie immers al gewaarschuwd dat veranderingen moesten komen. Het kan niet langer zo doorgaan. De gemeente geeft aan dat ze eigenlijk niet precies weet wat in Dalfsen gaande is. En dat de problematiek vooral achter de voordeuren gaande is. Het gaat vooral om de volwassen jeugd van 18 plus tot en met 24. Maar de gemeente treft ook situaties met kinderen ook vanaf 12 jaar. De gemeente wil nu als resultaat van een 4-jarig beleid een enquête houden om de problematiek in kaart te brengen.
Ik vind dat echt schandalig dat een enquête het resultaat is van 4 jaar lang beleid waarin men heeft geprobeerd om deze problematiek te verhelpen nadat ik het probleem had aangekaart. Het gebruik en de overlast neemt explosief toe, evenals de handel. Dat is het directe resultaat van jullie no-beleid. En oplossingen, zoals een chillhokje maken aan de andere kant van de vecht, vergelijkbaar met het hok naast de rotonde bij de kinderboerderij, zullen niet gaan helpen. Integendeel zelfs, ze zullen mensen enkel een nog groter gevoel geven dat Dalfsen hen het liefst zou willen verbannen, dat in Dalfsen zelf geen plek is voor deze mensen. Ik zit nu persoonlijk in de bijstand en ik zou graag toestemming willen van de gemeente om samen met de gemeente een bedrijfsplan te gaan maken en om daarna, als dat plan goedkeuring heeft gekregen, met een starterskrediet van maximaal €35.677 te gaan beginnen aan de realisatie van het bedrijfsplan. Dit alles is mogelijk via de wet bijstand voor zelfstandigen, ofwel de wet BBZ. Zodoende is de gemeente betrokken bij punt A en blijft zij betrokken tot en met punt Z. Zodra er een coffeeshop is, zullen de 18-plussers minder snel op straat gaan chillen om hun jointjes te roken, of stelselmatig bij iemand in huis te chillen midden in een woonwijk. Zodoende zal er minder geluidsoverlast zijn in de woonwijken en zullen de schoolpleintjes en sportveldjes niet langer stelselmatig worden vervuild met wietzakjes. Hierdoor zullen de minderjarigen ook minder snel in contact komen met de volwassen jeugd, waardoor zij automatisch ook minder snel in contact zullen komen met genotsmiddelen voor volwassenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Oosterveen. Blijft u nog heel even staan, want misschien zijn er vragen vanuit de raad naar aanleiding van uw inbreng. Is er iemand die ik het woord mag geven? Dat is niet het geval. Nee? Nou, uw betoog was volkomen duidelijk, meneer Oosterveen. Dank u vriendelijk voor uw inbreng. En dan heb ik daarmee agenda punt 2 van het spreken. Dan ga ik naar agenda punt 3, vragenronde. Tik hem af. Wij hebben geen vragen ontvangen. Wat wel goed is om te weten dat op 17 mei er schriftelijke vragen zijn ontvangen van de ChristenUnie of de GBLT. En die komen bij de eerstvolgende raadsvergadering automatisch op de agenda, inclusief de beantwoording. Dus even voor de duidelijkheid. Agenda punt 3, dan ga ik naar agenda punt 4, vaststelling van de agenda. Zijn er nog opmerkingen over die agenda? Mag ik hem vaststellen zoals die nu voor ligt? Mag ik? Dankjewel. Dan ga ik naar de akkoordstukken. En dan kom ik bij akkoordstuk 5, kerngezond Dalfsen. Nou, de nog openstaande vragen uit de commissie zijn door het college beantwoord. De antwoorden zijn op het RIS geplaatst. En we gaan er nog steeds vanuit dat het een akkoordstuk is. Is dat zo? Ja, dat is zo. Mag ik hem voorlezen? Agenda punt 5, kerngezond Dalfsen, nota preventief gezondheidsbeleid. Het voorstel is om de onderdelen 1 en 2, visie, prioriteiten en doelen, uit zowel de nota preventief gezondheidsbeleid kerngezond 2017-2020, als uit het bijbehorende preventieplan alcohol vast te stellen. En 2, kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma zijn er de onderdelen 3 uitgenoemde nota's. Wie gaat daarmee akkoord? En doet u allemaal? En is die daarmee vastgesteld? Ga ik naar agenda punt 6. Alle fracties waren akkoord. Nog behoefte aan een stemverklaring? Niet. Dan ga ik gewoon een voorlezen. 6. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Voorstel is vast te stellen de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. 2. In te stemmen met het gelijktijdig intrekken van de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 en de verordening jeugdhulp 2015. Gaat u akkoord? Doet u allemaal? Is met algemene stem aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 7, de financiële verordeningen. Naar aanleiding van de commissie is een kleine wijziging doorgevoerd waar het gaat om het beschikken over de post onvoorzien. En deze wijziging is een groen geasseerd, dus die heeft u tot u kunnen nemen. Ik ga ervan uit dat het een akkoordstuk is. Is het dat ook? Ja. Nou, dan ga ik hem voorlezen. Dat wordt nog een karweitje. Het voorstel is kennis te nemen van de belangrijkste wijzigingen tussen de nieuwe verordeningen en de voorbeeldverordening van de VNG en of oude verordening 2. Vast te stellen de financiële verordening gemeente Dalfsen 2017 onder gelijktijdige intrekking van bullet de financiële verordening gemeente Dalfsen 25 oktober 2004, de treasury statuut gemeente Dalfsen 31 mei 2010, de nota waardering en afschrijving gemeente Dalfsen 28 maart 2011, en vast te stellen de controleverordening gemeente Dalfsen 2017 onder gelijktijdige intrekken van de controleverordening gemeente Dalfsen 25 oktober 2004. En tot slot 3, vast te stellen de onderzoeksverordening 2017 gemeente Dalfsen
om een gelijktijdige intrekking van de verordening onderzoeken doelmatigheid betreffendheid. Doeltreffendheid van de gemeente Dalfsen, 25 oktober 2004. U bent er allemaal mee akkoord? Ja? Dan is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agenda punt 8. Sfeerbeeld, centrumvisie, Dalfsen. Onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest in de commissie. Onze interpretatie is dat het sfeerbeeld breed werd gedragen. Er zijn enkele suggesties gedaan die door het college worden meegenomen voor de definitieve uitwerking. Dat heeft u ook allemaal in het verslag van de commissievergadering kunnen lezen. En die definitieve uitwerking komt in oktober terug in de raad. Volgens mij was er wel nog discussie over het vraagstuk van de parkeergelegenheid nabij de Molendijk, ten behoeve van de uitbreiding van de Lidl. Mijn voorstel is om de bespreking daartoe te beperken nu, als dat lukt, en dat in twee rondes te doen. Dus eventuele vragen eerst graag. En daarna gaan we naar opinie. Wie van u mag ik het woord geven? Kijk even rond. Meneer Wildfank, Partij van de Arbeid. Ja, ik wil wel een aftrap doen. Ja, u maait wel wat gras om mijn voeten weg, maar ik wil inderdaad beginnen met te zeggen, nou ja, hoef het eigenlijk alleen maar over parkeren te hebben. Maar dat is een beetje onrecht aan het mooie stuk wat er ligt. En dat vond ik wel wat jammer. Want wat mij betreft is juist dat parkeren een wat ontijdig gedaan voorstel. De visie, de sfeervisie, dat is denk ik een prima stuk. Het parkeren wordt er nu doorheen gemengd op een moment wat volgens mij niet passend is. En daar zit ook gelijk dan het probleem op dit onderwerp wat mij betreft. Met het instemmen, of met het realiseren van tijdelijke parkeervoorzieningen zou ik geen enkele moeite hebben. Geen enkel probleem om daar tijdelijk iets te doen, daar waar dat kan. Maar om nu, terwijl we de visie nog moeten vaststellen, verderop in het jaar, al een garantie af te gaan geven voor een uitbreiding van vaste parkeerplaatsen, daar ten behoeve van een van de grote winkelbedrijven, daar heb ik grote moeite mee, dus daar zal ik niet in mee kunnen gaan. Dus ik zou willen voorstellen om het tweede besluitpunt eigenlijk maar eruit te halen en niet in stemming te brengen. Ik kom daar straks even bij u op terug wat u nou precies bedoelt. Wilt u tijdelijk toevoegen, wilt u het eruit halen of wilt u het niet in stemming brengen? Maar ook als u het niet in stemming brengt, moet u het gewoon eruit amenderen. Dus ik, hoe dan ook, beschouw ik het als een amendement. Akkoord? Andere. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit wel aan bij de gedachte van de heer Wildfank. Het is zojuist uitgesproken dat het wel twee onvergelijkbare voorstellen zijn qua dimensies. Eén een visie en de andere een heel operationeel punt. Tegelijkertijd raakt dat operationele punt wel ook uiteindelijk die visie weer. Ten aanzien van het eerste besluitvormingspunt zouden wij nog graag wel van het college dan een lijstje willen hebben wat impliciet is toegezegd door de wethouder, wat hij dat gaat meenemen, namelijk de oogsten uit de commissie, wat dan straks verwerkt wordt in de definitieve visie. Dat staat nergens expliciet vermeld nu. Dus we zouden wel op prijs stellen als dat nog, dat mag ook na de vergadering, op tafel komt, in ieder geval beschikbaar is voor de raad. Dat ten aanzien van voorstel 1. Voorstel 2, dat vinden we wel problematisch, omdat daar een aantal strekkingen in zitten die wat ons betreft te ver gaan. We snappen best de behoefte van een winkelconcern, winkelbedrijf hier in Dalfsen, en die gunnen we ook van harte de ruimte. Tegelijkertijd wordt er wel een verregaande concessie of garantie gegeven, zowel over aantal als ook over de fysieke plek. En daar hebben we ook in de commissie bezwaar tegen gemaakt en daarom hebben we een amendement voorbereid om dat tweede besluitpunt wat anders te formuleren. Die naar ons idee wat meer recht doet aan ook het belang van de gemeente in deze. Want we denken niet voor niets na over een visie voor de komende pak een beetje 25 jaar. En dan lijkt het ons niet verstandig om ons nu al vast te leggen op aantallen en posities van parkeerplaatsen. Even los van het feit dat de tijdelijke voorziening verder akkoord is. Maar daar gaat het amendement verder over. Dus misschien dat het zometeen kan worden voorgelezen. Zullen we dat gelijk doen, meneer Nijkamp? Ja. Kunnen we het in de beraadslaging betrekken? Mag ik het zien, het amendement? Ondergetekende leden van de Raad van de Gemeente Dalfsen dienen het volgende amendement in. Gehoord de beraadslagingen over de centrumvisie Dalfsen. Overwegende dat 1. Ontwikkelingsmogelijkheden van ondernemers in het centrum van Dalfsen van belang zijn voor de vitaliteit van de kern. 2. Parkeren in de buurt van winkels in het centrum een belangrijke voorziening is. 3. Lidl gevraagd heeft om uitbreiding van een aantal parkeerplaatsen. 4. Het gebied Molendijk, Franse Pad en Smitswegje een belangrijk gebied is voor de entree van het dorp aan de oostzijde.
5. Het van belang is om op korte termijn wendbaar in te spelen op ontwikkelingen zonder daarmee belemmeringen te creëren voor de strategische visie op centrumvisie en plan. Stelt de Raad voor om besluitvoorstel 2 te schrappen en te vervangen door 2. Het college te verzoeken om met Lidl en gebruikers van de voormalige sporthal nadere afspraak te maken voor het realiseren van een passend aantal extra tijdelijke parkeerplaatsen naast de sporthal Molendijk. 3. Het college te verzoeken een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het gehele gebied Molendijk, Franse Pad en Zwitserweg, inclusief een behoefteonderzoek naar uitbreiding van permanente parkeerplaatsen voor algemeen gebruik, om te komen tot een passende invulling met beoogde toekomstige functies. En de indieners zijn de heer Nijkamp, ChristenUnie, de heer Rooijakkers, D66 en de heer Veldhuis, VVD. Dank u wel. En daarmee maakt u onderdeel uit van de beraadslaging. En meneer Nijkamp, en dan staat er nog een korte toelichting, dacht ik, onder. Die is ook wel even van belang. Dan gaan we die ook nog lezen. Het is van belang om enerzijds op korte termijn serieus met ondernemers overleg te kunnen voeren en oplossingen te bieden en anderzijds recht te doen uit het grotere plaatje. Hierin kunnen mogelijk nog betere keuzes worden gemaakt die naast korte termijn ondernemersbelang meer parkeerplaatsen, maar ook voor de langere termijn een betere en structurele oplossing bieden en ook oog hebben voor het algemeen belang. Hierbij kan ook zeker gedacht worden aan de wijze van voorraden van de supermarkten. Het doel is namelijk om aan het aangegeven gebied een evenwichtige invulling te geven. Dank u vriendelijk. Ja, daarmee is het amendement ingediend. Dank u wel. En dan ga ik verder. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. En als u ook op het amendement wil reageren, doet u mij plezier. Ja, dat wil ik wel zeker doen. De eerste vraag die ook bij Lucoboom kwam, we hebben ook een aantal punten genoemd in het stuk. En ja, dat lijstje willen we graag toch wel bekrachtigd zien, of tenminste dat daar aandacht voor is. En ten aanzien van het amendement, er is een iets geel geasseerd in het stuk wat nu voor ons ligt, dus het is iets aangepast. En van mij, wat geel geasseerd is, komt van mij heel dicht bij het amendement. Dus ik vraag me af, is het amendement niet overbodig? Maar daar wil ik graag naar een antwoord van de wethouder op. Dank u wel. Mag ik naar meneer Kouwer, CDA? Ja, dank u voorzitter. Wij dachten ook dat het alleen over parkeren zou gaan. En hoewel het enigszins los van elkaar staat, snappen we ook wel dat het weer betrekking op elkaar heeft. Ten meer omdat Molendijk een van de aandachtslocaties is in de centrumvisie. Dus als je het niet samen behandelt, krijg je het verwijt dat je er niet integraal afweging maakt. Wij zijn voor het abonnement ook wel benieuwd naar de reactie van het college. En ook of de supermarktondernemer hiermee voldoende gebaat is. En op zich vinden wij het amendement sympathiek, omdat wij in de commissie ook hebben aangegeven dat belangrijk vinden dat de toekomstige mogelijkheden voldoende open zijn, maar ook dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Dus wij zien ook nog even van, heeft het amendement wel meerwaarde? Want wij dachten ook begrepen te hebben in de commissie dat de wethouder wel het een en ander zou verkennen en daar ook wel rekening en flexibele houding zou aannemen. Dus daar wachten wij nog even af. Dank u wel, meneer Kouwer. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de commissievergadering al het woord in de mond genomen, wat misschien me niet zo aardig vond, maar dat ik vind dat met voorstel 2 eigenlijk de hele centrumvisie en het mooie beleid wat er ligt wordt vervuild. Want wat gaan we namelijk doen? We hebben verregezichten ontwikkeld en een aanpak voor de langere termijn. En dan gaan we vlug even een opportunistisch voorstelletje tussen frommelen, omdat toevallig Lidl op dit moment daarom verzoekt. Nou, dat vind ik gewoon principieel onjuist. Ik vind de koninklijke weg zou moeten zijn om de visie apart te behandelen en om separaat een voorstel te doen om eventueel wat te doen met parkeerplaatsen. En ik vind het volstrekt los van elkaar. Ik ben het dat betreft ook niet eens met de heer Kouwer. Dus ik vind het gewoon apart moeten. Oké, ik kan ook tellen. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die om die reden het hele voorstel zou afstemmen. Ten meer omdat ik de visie en alles wat daar in het rapport staat wel een heel prachtig rapport vind. Maar ik vind dat het op die manier niet had moeten worden aangepakt. Nou inhoudelijk over het parkeren. Ik vind, ben het er helemaal mee eens. U zag mijn naam ook onder de amendement staan. We hebben dat overleg overgevoerd. Je moet qua proces natuurlijk eerst een stedenbouwkundige visie hebben. Hoe wil je dat gebied ontwikkelen? Hoe wil je dat deel van het centrum inrichten voordat je besluiten neemt die je niet kunt terugdraaien?
En daar heeft het alle schijn van in het voorstel wat er ligt. En zeker omdat er wordt niet geschreven dat het college nog een keer terugkomt bij de raad om dat af te stemmen. Dus in dat verband zou ik er voorstander van zijn om tijdelijke maatregelen te treffen voor het uitbreiden van de parkeergelegenheid, het overleg met de gebruiker van de brouwerij. En om inderdaad een goed onderzoek te doen naar hoe het op langere termijn moet. En als de Lidl daar niet mee kan leven, so be it. Maar ik vind dat wij als raad de plicht hebben om voor de lange termijn voor onze bevolking de goede dingen te doen. En om die reden steun ik het amendement. En je zou zelfs nog kunnen besluiten om daaraan toe te voegen dat we vragen om aan het college om de resultaten van het steedbouwkundig onderzoek en de consequenties daarvan voor het parkeren nog een keer terug te brengen in de raad voor besluitvorming. Dat wil ik graag belaten. Dank u wel. Dames en heren, de heer Lochtenberg is toegetreden tot de vergadering. En ik was vergeten te melden dat u wat te laat zou zijn. Welkom, meneer Lochtenberg. Maar alle andere onderwerpen zijn met algemene stemmen aangenomen, dus uw afwezigheid was niet beslissend. En dan gaan we verder met dit onderwerp. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Wij ondersteunen natuurlijk het amendement ook ten volle. Voor ons is alles wel gezegd over het parkeren. Maar naast het parkeren vinden wij ook van belang dat er in die stedenbouwkundige visie ook gekeken wordt naar de bevoorrading. De wijze van bevoorrading van die supermarkt. Want we kunnen daar met z'n allen heel veel parkeerplaatsen bij bedenken. Op het moment dat daar straks vanuit drie supermarkten bevoorraad gaat worden, hebben we eigenlijk niks aan die parkeerplaats, want er staan een paar vrachtwagens staan ervoor te hangen. Dus vandaar ook de toevoeging die er ook in staat. Dus vinden we ook van groot belang om te gaan kijken naar hoe gaan we de supermarkten bevoorraden zonder dat de parkeerplaatsen daar al te veel last van hebben. Dank u wel. Wethouder van Leeuwen, u heeft toch nog een paar vragen met betrekking tot onderwerp 1. Die hebben ook te maken met lijstjes waarin staat welke momenten van inspiratie u tijdens de commissievergadering heeft opgedaan en die u meeneemt in het verdere uitwerking. En nog het punt van de heer Veldhuis. Misschien dat u daar als eerste op kunt reageren. Ja, die lijstjes die heb ik u toegezegd. Die krijgt u ook op zo kort mogelijke termijn. Dat is geen enkel probleem. Het zijn wat korte weken geweest, dus we moeten even de tijd vinden om dat te maken. Maar dat krijgt u nog voor het zomerreces. Ik ben het absoluut met de heer Veldhuis oneens dat er vrachtwagens op de parkeerplekken zouden staan. Maar dat is nu ook niet het geval, dus ik ben dat niet met hem eens. Aan de Aldi wordt er in de lengterichting aan de zijkant geparkeerd voor laden en lossen. En bij de Jumbo wordt er aan de achterzijde geparkeerd, recht op de gevel. En ook de Lidl heeft een mogelijkheid waarbij er laden en lossen plaatsvinden. Dus ik zie dat probleem niet. Aan de andere kant... Mag ik daar wel heel even op reageren, voorzitter? Ja, als u het kort doet. Ja, waar het mij om gaat is niet zozeer van hoe het nu gaat. Het gaat mij om dat er straks in die stedenbouwkundige visie rekening mee wordt gehouden voor het laden en lossen van de supermarkt, dat daar naar gekeken wordt. Ja, u gaf aan dat er vrachtwagens op parkeerplekken zouden staan. Nou, dat doet een ondernemer nooit, want dan snijdt hij in zijn eigen vlees. Voor wat betreft de Partij van de Arbeid, ik ben het niet met u eens dat het parkeerplekken zijn voor een ondernemer. Het zijn openbare parkeerplekken die we daar willen gaan toevoegen. En in de stedenbouwkundige visie, en gelukkig was er een enkeling die zei van nou, we vinden dat een, en dat was u onder andere, we vinden dat een mooi plan. We zijn daar blij mee. Dat is goed, dat is ook in de commissie is dat gezegd. Dat is fijn om te horen. Het parkeren, in elk geval tijdelijk, is een, iets wat we willen toestaan om de Lidl de kans te geven haar uitbreiding die ze wil realiseren dit jaar nog. Er is dit jaar geld voor beschikbaar om dat voor elkaar te krijgen. Het amendement vind ik niet wenselijk, want ik vind het heel bijzonder dat in de behandeling van de kadernota hierover wordt gezegd tegen het college, u moet zo wendbaar zijn als een zwaluw. En door dit amendement word ik aan alle kanten gekortwiekt. Dus ja, dan valt er weinig wendbaar meer op te treden. In de centrumvisie, zoals het er nu ligt, het sfeerbeeld, kunt u zien dat er op die plek
daadwerkelijk parkeren staat aangegeven. Dat is ook de bedoeling om dat daar te gaan doen op die entree. Het komt voort uit het parkeerdrukonderzoek zoals dat op dit moment er is, want er is een probleem. Vandaar dat we gezegd hebben, dat is een prachtige plek om extra parkeergelegenheid te maken. En dat daar een stedenbouwkundige visie bij te pas komt, is evident. Dat kan ik u hier ter plekke toezeggen, want dat gaan we zonder meer doen. Hoe dat er dan precies uit komt te zien, wij hebben gezegd, het sporthalgedeelte, dus feitelijke gymzaalgedeelte, dat zou parkeerplek kunnen worden. Er zijn overigens geen aantallen genoemd. De tijdelijke voorziening voorlopig even daarnaast. Daar is op dit moment grasveld, dat moet mogelijk zijn, een tijdelijke voorziening. En als wij op termijn daar de zaak verder gaan ontwikkelen, dan komen ook de andere plekken in beeld en die worden meegenomen in die stedenbouwkundige visie. We hebben daar ook nog wat bezittingen, we weten het politiebureau en nummer 24, nou, die moeten ook meegenomen worden in de ontwikkelingen. Wat ga je daarmee doen, wat wil je daarmee? Kortom, ik denk dat ik u prima kan toezeggen dat er sowieso bij ontwikkeling van dit gebied een stedenbouwkundige visie gaat komen. Want wij vragen ons ook nog af of het mogelijk is om wellicht op de plek waar thans een hele brede stoep is en waar de kleedkamers en de wasruimtes zijn van de sporthal, om daar wellicht ook nog iets van appartementen neer te zetten, zodat je niet rijdende op de rondweg de blik hebt op de geparkeerde auto's, maar dat op een enigszins gecamoufleerd kan worden. Er zijn partijen die zeggen het had een separaat voorstel moeten zijn. Wij hebben hiervoor gekozen omdat het op dit moment zeer opportun is. En wij dachten, nou, dat is een pragmatische oplossing om het nu aan de raad voor te leggen. Of u bereid bent hierin mee te gaan. En ik hoop dat door de toezegging dat wij daar een stedenbouwkundige visie, dat dat zonder meer een onderdeel gaat uitmaken van dat gebeuren, inclusief het parkeren en parkeerdruk, dat ik u daarmee tevreden kan stellen. Dank u wel. Ik ga eerst naar de heer Raamaker, als u het goed vindt. Want die was zeer benieuwd naar de beantwoording van de vragen door de heer Van Leeuwen. Nou, zou dan pas zijn oordeel over het amendement? Het antwoord is verhelderend en volgens mij die stedenbouwkundige visie is prima dat die er komt. Dus volgens mij is het amendement overbodig, tenminste wat ons betreft. Dan ga ik naar meneer Kouwen, gemeentebelangen. Meneer Kwalijk. Meneer Kouwen in ieder geval. Ja, van het CDA. Ook wij vinden het antwoord van de wethouder bevredigend. En eigenlijk, zoals wij zelf ook al als de fractie hadden ingevuld, dat we dat vorige keer dachten te hebben gehoord dat er een stedenbouwkundige visie aan ten grondslag ligt. Want voor ons staat voorop dat het een aantrekkelijke dorpsentree wordt met een goede uitstraling voor onze inwoners en bezoekers. Maar dat het bovendien ook voldoende parkeergelegenheid is voor de nabijgelegen winkels. En met die randvoorwaarden dan kunnen wij van harte instemmen met het voorstel zoals dat oorspronkelijk is verwoord. Dank u wel. En nogmaals excuus voor het feit dat ik u aan de verkeerde partij toeschreef. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dat is correct. Een beetje verbaasd over de reactie van de wethouder. Want die haalt terecht die zwaluw weer aan. Maar een zwaluw beweegt nou eenmaal in een ruimer landschap beter dan in een gesloten landschap. En als je kijkt naar het voorstel, ook inclusief de bijlagen, dan staan er toch echt een aantal rode lijnen getekend van waar binnen geparkeerd gaat worden. En dat is dus een groot deel van die Molendijk. En daar zit precies het bezwaar. Dus de wethouder ontneemt zichzelf de flexibiliteit, de wendbaarheid die hij zelf ook bepleit, om voor de toekomst een goed stedenbouwkundig plan te maken. Dus de logica ontgaat ons ten zeerste. En in die zin kunnen we ook dit antwoord niet volgen en blijven wat ons betreft het amendement ook gewoon staan. Duidelijk, meneer Nijkamp. Meneer Wild van Partij van de Arbeid. Ja, ik heb nog niet gereageerd op het amendement. Dat zal ik zo maar even doen. Maar ik heb eigenlijk toch ook nog wel even een korte vraag naar aanleiding van hetgeen wat wethouder net heeft verteld. En dat is meer ook voor de zekerheid.
en de gemoedsrust van mezelf. Gaat u nou op basis van dit voorstel even vanuitgaan dat het amendement het niet gaat halen? Sorry, zo tel ik hem even. Gaat u de Lidl dus een garantie geven op basis van dit voorstel voor extra parkeerplaatsen, ook op langere termijn, dus structureel? En omgekeerd heb ik de vraag, als het amendement wel zou worden aangenomen, is het dan zo dat de Lidl hier niet meer uit de voeten zou kunnen? Meneer Royakkers, D66. Ik denk nog even na over de wijze woorden van mijn buurman, voorzitter. En ik was ook nog even na aan het denken waarom dat de wethouder eigenlijk zo bezwaar heeft tegen het amendement. En ik zie daar iedere keer een patroon. En ik zie ook dat de collegepartijen, de coalitiepartijen in die zin ook vaak optrekken met de wethouder. Wij vragen wat, de wethouder zegt ja, we gaan het ook doen en we moeten dat amendement vooral niet aannemen. Terwijl in het amendement precies staat wat we willen. Waarom is het dan niet gewoon ondersteunen ook de CDA en de gemeentebelangen dat dan niet? Dat is toch gewoon helder, dan ligt het vast. Ik ben gewoon bezorgd dat we straks met de situatie geconfronteerd raken dat we wel parkeerplaatsen hebben toegezegd, dat die misschien ook zelfs gerealiseerd zijn en dat we dan tot conclusie komen dat als we daar mooie appartementgebouwen willen realiseren of wat anders, dat we dan eigenlijk 2 meter meer nodig hadden. En dat die dingen zijn nou 1 keer weggegeven en dan kan het niet meer. Daar ben ik gewoon bezorgd over. Dus ik wil graag eerst de visie hebben, eerst de steedsbouwkundige plannen en dan pas definitieve toezeggingen doen voor parkeerplaatsen. En om die reden vind ik dat we het amendement gewoon onverkort in moeten brengen. Misschien met hier en daar een woordje veranderd. Wat dat betreft zou misschien een schorsing onder kunnen doen. En dan gewoon een beroep doen op het gezond verstand van de coalitiepartijen om gewoon met ons mee te gaan. En de wethouder ook echt af te zekeren dat er ook echt gebeurt wat op lange termijn van belang is voor de gemeente. Dank u wel. Dank u wel, meneer Royakkers. Meneer Veldhuis nog, VVD, tot slot. Dank u, voorzitter. Jij ook heel kort. Wij blijven ook achter het amendement staan. Als het ons ligt, wordt hij ook gewoon ingediend. En ja, we hopen ook dat de coalitiepartijen er nog een keer door goed naar willen kijken. Inderdaad met een schorsing. Ik ben het heel eens bij mijn buurman. Dus, Als de coalitiepartijen behoefte hebben aan een schorsing, zullen zij daar ongetwijfeld om vragen. Meneer Van Leeuwen, de heer Wildvang gaf daar nog even eigenlijk 2 punten aan. Misschien kunt u daar nog enigszins verduidelijk in zijn. Het gaat om zijn gemoedsrust. Maar ik denk dat hij ook vrij scherp formuleerde waar zijn zorgen zitten. Ja. Die tweede vraag is lastig te beantwoorden, want dat is een dubbele ontkenning. Dus die wil ik zo nog even horen wat ik nou precies daarop moet antwoorden. Voor wat het eerste, u zegt, geeft u een garantie af? Nee, wij willen duidelijkheid geven aan de hoofddirectie van Lidl dat wij bereid zijn om mee te werken aan parkeergelegenheid in dit gebied. Dat is vooralsnog aangewezen op deze plek, maar afhankelijk van de stedenbouwkundige visie sluit ik niet uit dat er ook een andere plek, en die is ook al eens genoemd door de ChristenUnie, het tafeltennisgebouw bijvoorbeeld, dat daar ook, daar is ook al naar gekeken zelfs en daar is ook ruimte te creëren. Nou, dus garantie afgeven, nee. Maar duidelijkheid geven dat wij mee willen werken aan een oplossing, ja. En uw tweede vraag zou ik alstublieft nog heel even opnieuw willen horen. Nou, eigenlijk is die heel eenvoudig. Als het amendement zou worden aangenomen, is de Lidl dan geholpen of niet? Als het amendement zou worden aangenomen, dan acht ik de kans groot dat Lidl zegt, we gaan dit jaar niet bouwen. Heeft u daarmee ook antwoord? Mag ik daar even op ingaan? Ja. Want maar dat betekent... Nadat ik even deze zin heb afgerond. Dat betekent dat het punt wat de heer Royakkers naar voren brengt, namelijk straks wilt u wat en ligt uw parkeerplaats net 1 meter over de grens en daardoor kunt u het niet. Dat punt zegt u, dat is niet reëel. Nee, want wij blijven eigenaar van de ondergrond. En u zegt ook niet exact die parkeerplaats op die plek? Wij zeggen niet exact op die plek. Nee, we hebben aangegeven waar wij aan denken. En dat is een gedachtenrichting. Maar nogmaals, ik verzeker u, voordat er een definitieve planvorming plaatsvindt, gaan we dat doen met een stedenbouwkundige onderbouwing. Oké. Dan geef ik nu het woord aan de heer Nijkamp. Ja, want als ik nou de wethouder goed interpreteer, verdedigt hij precies het amendement. Nee, dat interpreteert u mij verkeerd. Of hij heeft een beeld
bij de formulering zoals die nu voorgesteld wordt in het officiële raadsvoorstel, wat anders is dan de letterlijke tekst. Want de letterlijke tekst zegt gewoon dat op het gebied van de Molendijk dat dat voor parkeren gereserveerd wordt. Maar dat is niet de bedoeling. Het zou best anders kunnen uitpakken. Dat is wat hij eigenlijk zelf ook aangeeft. Dus het is precies het amendement wat hij eigenlijk verdedigt en tegelijkertijd is er weerstand op het ondersteunen van het amendement. Ik begrijp dat nog steeds niet. In die zin sluit ik me heel erg aan bij de heer Royakkers, wat hij daar net over gezegd heeft. En ik vraag de wethouder nog eens een keer goed het amendement te lezen. Van wat is nou de strekking van het amendement en is dat nou niet precies hetzelfde als wat hij nu probeert te formuleren? Wethouder. Nee, ik interpreteer dat duidelijk anders. Wij willen nogmaals op dit moment duidelijkheid geven aan de hoofddirectie van Lidl dat wij bereid zijn op deze locatie mee te werken aan het realiseren van extra parkeervoorzieningen. En dat is voor de hoofddirectie van essentieel belang. Het geld wat zij dit jaar gereserveerd hebben voor verbouwingen van supermarkten in Nederland, dat wordt afhankelijk hiervan dit jaar besteed in Dalfsen, of anders wordt het op de lange termijn geschoven. Nou, en dat is wat wij willen voorkomen. Wij willen heel graag dat ze nu aan de gang gaan, dat ze daar nu een verbetering realiseren. En daar willen we aan meewerken. En dat is dus een iets andere interpretatie dan u. Maar dat is toch precies ons nieuwe voorstel nummer 2. Dat is namelijk de tijdelijke oplossing. En wat u ook toezegt is een stedenbouwkundige visie waarin het totale gebied wordt bekeken. En eigenlijk wat u zegt van, oké, als dat toevallig zo uitkomt, dan gaan we ook die parkeerplaatsen nog op een andere plek neerleggen. Want misschien verzinnen we nog een heel mooi concept daar in het front. Maar dan hebt u zichzelf vastgelegd met het voorstel wat er nu ligt. Wij vinden dat onverstandig. Maar misschien, misschien kunt u met elkaar even de betekenis van het woord tijdelijk verkennen. Want in uw amendement staat het woord tijdelijk. Als ik een ondernemer zou zijn, zou ik zeggen, ik krijg tijdelijk extra parkeerplaatsen. Maar ik moet blijvend extra investeren. Dat vind ik zekerheid versus onzekerheid. Ik heb het gevoel dat daar de discussie over gaat. Het woord tijdelijke is wel een verwarrend begrip even. Ja, ja. Dus misschien kunt u daar iets over zeggen. Tijdelijk is inderdaad niet afgebakend in de zin van een periode. Maar je moet het wel in combinatie lezen met het derde voorstel. En dat is namelijk dat die stedenbouwkundige visie op dat gebied wordt ontwikkeld. Op het moment dat je dat hebt, is ook duidelijk, en wat er ook expliciet bij staat, op basis van behoefteonderzoek, want dat is minstens net zo belangrijk, dat dat gewoon ook helder is voor iedereen, en dat gaat dan over het hele centrum, dan kun je bepalen wat je nodig hebt aan parkeervoorzieningen. En tot die tijd is het gewoon een soort slag in de lucht. Dan is dat dus het verschil, meneer Nijkamp, want tijdelijk betekent in theorie ook dat over 1 jaar de gemeente zou kunnen beslissen om die tijdelijke parkeerplaatsen weer te bebouwen met appartementen of wat dan ook. En dan zou een ondernemer kunnen zeggen, nou ja, verdikken me, dat was een kat in de zak. En ik denk dat dat... Er staat heel natuurlijk een behoefteonderzoek, hè? Ja, maar goed. Want wij gaan ook als gemeente, we hebben daar laatst ook een uitvoerig betoog over gehad van die professor van de Erasmus Universiteit. Parkeerplaatsen betalen wij hier zelf, hè? Niet de burger, maar betaalt de gemeente en impliciet daarmee de burger. Dus te veel parkeerplaatsen zou ook niet goed zijn. Ik betwijfel of dat aan de orde is, maar als er geen behoefteonderzoek eronder ligt, is het ook niet aannemelijk om daar heel veel parkeerplaatsen te maken. Ja, ik wil niet de indruk wekken dat ik een positie in het debat inneem. Ik was op zoek naar waar de discussie over gaat en hij gaat over het woord tijdelijk. Dat is het enige wat ik probeer aan te geven. Meneer Van Leeuwen en daarna meneer Royakkers. Ja, voorzitter, u slaat de spijker op de kop. De ondernemer die gaat daarvoor miljoenen investeren en die neemt geen genoegen met het woord van tijdelijke parkeerplaatsen. Die wil meer zekerheid hebben. Daarnaast wijs ik erop dat er op dit moment het huidige parkeerdrukonderzoek geldig is. En daarin is al duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan extra parkeergelegenheid op deze plek. En daar baseren wij ons op. Dus nog weer een extra onderzoek lijkt mij zwaar overbodig. Voorzitter, meneer Royakkers. Over het woord tijdelijk, daar begon u ook over. Het staat in het eigen voorstel van het college. Een deel van de parkeerplaatsen is tijdelijk op de plantsoenen. En voor het overige houdt u ook nog een slag om de arm. Dus ik maak mij zonder de hand wat erg zo. Wat is nou belang, ook nou van de gemeente en van het college, dat op dit moment de Lidl nu gaat uitbreiden? Ik bedoel, het lijkt al of dat een halszaak is voor de gemeente. Ik snap dat niet. Wat is het belang daarvan?
En waarom zouden wij ons laten gijzelen daardoor? Wethouder, tot slot. Want ik denk ook dat we wel een keer naar de afronding toe kunnen. Het belang van het behoud van de Lidl voor Dalfsen voor de cliënten lijkt mij evident. En daar willen wij heel graag aan meewerken. En van gijzeling is absoluut geen sprake. Wij willen gewoon zorgen dat onze burgers een goed aanbod hebben waar zij uit kunnen kiezen. Volgens mij, ik heb het gevoel dat we wel nog door kunnen praten, maar ik heb niet het gevoel dat we dichter bij elkaar komen. Dus op een paar moment moet je dan gewoon conclusies gaan trekken, volgens mij. En ik stel voor dat we dat nu onderhand gaan doen. Dus ik ga de laatste ronde in, want die eerste die heeft best nog lang geduurd. Ik wil u nog wel in de gelegenheid stellen om een concluderende opinie te formuleren. Nou, misschien dan toch nog even aansluitend bij een procesopmerking die we gemaakt hebben bij meerdere. Omdat het twee besluiten zijn, zouden wij procesmatig willen voorstellen om die twee besluiten separaat in stemming te brengen. Ik snap uw punt en ik wil er ook even over nadenken. Vindt u het goed dat ik even een minuutje schors? Blijf hier gewoon even zitten, kan met de griffier overleggen hoe ik deze verwarring die u nu gaat creëren, hoe ik die in de juiste banen weer leid. Daar moet ik even goed over nadenken. Ja, ik schors de vergadering voor een minuut. Ik heropen de vergadering. Dames en heren, er zijn volgens mij twee opties. De eerste optie, en dat is de koninklijke weg. De eerste optie is dat u gewoon het amendement indient waarmee u gewoon besluitregel 2 eruit gooit. Dat haalt u dan niet, het amendement, maar daarmee heeft u uw positie wel heel volkomen duidelijk gemaakt. Namelijk dat u tegen die besluitregel 2 bent. En vervolgens komt het oorspronkelijk voorstel in stemming. En als u dan een stemverklaring er tegenaan gooit, dan kunt u gewoon daarvoor stemmen. En dan is uw positie helder. Ik vind dat ook echt. De andere manier is ingewikkelder. We hebben het al een keer eerder hier gedaan, maar dan moeten we van één besluit moeten we er 2 maken. Strikt formeel kan dat niet. Nee, het is gewoon 1 voorstel. Ik kan er niks aan doen met 2 besluitregels. Dus dan moet ik er formeel 2 voorstellen van gaan maken. Maar dat tweede voorstel is niet geagendeerd. En normaal gesproken moet je dat agenderen enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Maar goed, als nu de complete raad zegt, ik heb er geen enkel bezwaar tegen om daar gewoon 2 verschillende besluiten van te maken, dan zouden we dat als eerste besluit kunnen nemen. En daarna brengen we die 2 besluiten vervolgens apart naar voren. Ik weet niet of u wat uitmaakt. Dus ik zou, meneer de voorzitter, mag ik daarop reageren? Het zou namelijk de charme hebben dat het eerste voorstel een raadsbrede instemming zou kunnen krijgen. Dat zou ik erg aantrekkelijk vinden, omdat het wel een heel wezenlijk punt is voor de raad. Ja. Dus ik kijk ook even de coalitiepartij aan. Maar het zou erg goed zijn voor het vervolgproces dat met name dat sfeerbeeld, die visie, maar daar gaat het hier eigenlijk over, dat die raadsbrede ondersteuning kan krijgen. Dus ik zou daarvoor willen pleiten om die twee dingen echt te knippen. Ik schors nog een keer van een minuut. Ja? Dames en heren, ik stel voor aan de raad om de orde van de vergadering te wijzigen. In die zin dat we van dit raadsvoorstel 8, sfeerbeeld Centrum Visie Dalfsen, 2 voorstellen maken. Het eerste voorstel heeft betrekking op het sfeerbeeld Centrum Visie Dalfsen. En het tweede heeft betrekking op de vaststelling van de aantal parkeerplaatsen. Gaat u daarmee akkoord? Ja, dat doet u met algemene stemmen. Nou, dan is dat vastgesteld. Dan, dan ga ik nu naar voorstel 1. En dat ga ik gewoon behandelen. Dan wil ik daar opiniëren de ronde over. Heeft daar iemand nog behoefte aan? Voorstel 1 is namelijk sfeerbeeld Centrum Visie Dalfsen. U heeft allemaal gezegd dat u het geweldig vond. Wilt u er nog iets aan toevoegen? Nee? Dat is gewoon zo. Het is gedragen voorstel. Breng het gewoon in stemming. En dan krijgen we voorstel 8a, laten we het zo noemen, sfeerbeeldcentrum Visie Dalfsen. Het voorstel is om in te stemmen met het sfeerbeeldcentrum Visie Dalfsen als basis voor de verdere uitwerking in ontwikkelingscriteria en een uitvoeringsprogramma. Wie van u is het daarmee eens? Dat bent u allemaal. Is dat met algemene stemmen aangenomen. Dan ga ik naar agendapunt 8b, sfeerbeeldcentrum Visie Dalfsen. En dat heeft te maken met vooruitlopend op de vaststelling van de centrumvisie te besluiten om zodra beschikbaar een deel van de gronden van de sporthal Molendijk beschikbaar te stellen voor openbaar parkeren en het college te verzoeken hierover nadere afspraken te maken met Lidl en de gebruikers van de voormalige sporthal. Nu ga ik ervan uit dat in deze stemming het amendement niet meer nodig is. Want anders gaan we nu een amendement indienen, dat wordt dan vervolgens afgestemd en daarna gaan we, nu kunt u gewoon rechtstreeks stemmen.
Nou ja, mag u doen. Dan gaat het amendement, daar kan ik u de uitslag ook over vertellen. Maar als u dat wilt, dan doen we dat. Bij mijn beeld. Meneer Nijkamp, laten we maar gewoon doen. Ja. Anders gaan we daar heel lang over discussiëren, of het wel of niet moet. Sorry? Laten we maar gewoon in stemming brengen, want anders gaan we heel lang discussiëren over de vraag of het wel of niet in stemming gebracht moet worden. Het amendement. Nou, volgens mij hebben we gewoon het recht om een amendement in te dienen. Daarom. En dat maakt het namelijk wel helder. Ja. Dan staat het in die zin ook vast. Er is nog een laatste moment, ook voor andere partijen, om uiteindelijk te zeggen van ja, dat is eigenlijk precies wat de wethouder zegt. Dat is eigenlijk wat we willen. Want op dit moment is het voorstel wat er ligt toch wel verstrekkend. En wat ons betreft ook te ver. Dus in die zin is dat misschien een goed moment om daar nog even op te bezinnen. Dus in die zin, wij laten het amendement wel staan. Ik ga het voorlezen. Stelt de Raad voor om het voorstel 8b te schrappen en te vervangen door 1. Het college te verzoeken om met Lidl en gebruikers van de voormalige sporthal nadere afspraken te maken voor het realiseren van een passend aantal extra tijdelijke parkeerplaatsen naast de sporthal Molendijk. En 2. Het college te verzoeken een stedenbouwkundig plan op te stellen voor het gehele gebied Molendijk, Franspad en Smitjesweg, inclusief een behoefteonderzoek naar uitbreiding van permanente parkeerplaatsen voor algemeen gebruik om te komen tot een passende invulling met beoogde toekomstige functies. Dat is het amendement. Mag ik in de stemming brengen? Ik kijk even rond. Ja? Wie van u is daarvoor? Dat zijn de fracties van de ChristenUnie, VVD en van D66. En wie is daar tegen? Dat zijn alle overige fracties. Dan ga ik over naar de stemming voor het voorstel. Verworpen, neem die kwalijk, griffier. Dan ga ik over naar het nieuwe voorstel. En dat is dan 8b, sfeerbeeld Centrum Visie Dalfsen. 2 vooruitlopend op de vaststelling van de Centrum Visie te besluiten om, zodra beschikbaar, een deel van de gronden van de sporthal Molendijk beschikbaar te stellen voor openbaar parkeren. En het college te verzoeken hierover nadere afspraken te maken met Lidl en de gebruikers van de voormalige sporthal. Wie gaat er mee akkoord? Dat zijn de fracties van gemeentebelangen en van het CDA. En daartegen zijn de overige fracties. En daarmee is dit voorstel aangenomen. En dan hebben we agenda punt 8. Een beetje ingewikkeld, maar we hebben het uiteindelijk in ieder geval gehad. Na agenda punt 9, herziening bestemmingsplan Nieuw-Leuzen 2007, Den Ulst 5658. Het voorstel komt rechtstreeks in de Raad. En aan u wordt gevraagd om mee te werken aan de wijziging van de bestemming en inrichting op 2 percelen aan Den Ulst en Nieuw-Leuzen. Overigens, in het raadsvoorstel staat een foutje. Ja, ja, daar staat een foutje. De tweede besluitregel moet hier worden geschrapt. De provincie te vragen het besluit eerder bekend te mogen maken. En waarom weet ik niet, maar dat zal de wethouder straks vast toelichten. Bespreking in 2 rondes en eventuele vragen eerst en daarna op je in de ronde en de stemming. Wie van u mag ik het woord geven? Ik kijk even rond. Iemand moet even aftrappen. Meneer Kouwers, CDA. Dank u vriendelijk dat u die eerste stap wil zetten. Ja, vooruit. Eén vraag aan ons, van onze kant. Ik had nog even gekeken bij het ontwerp van het optimalisatiepakket van de N-wegen. En ik zag dat deze locatie daar ook aan ligt en dat er ook wenselijk is om dat aan te sluiten. Maar is de provincie, en ik neem eigenlijk aan van wel, maar voor de zekerheid, ook bekend met de wensen van deze locatie en dat daar bij het ontwerp van de N-weg er mocht optimalisatie maatregel 1 doorgang vinden betrokken wordt? Anderen nog? Meneer Royakkers. Ik heb nogmaals genoteerd dat we toch 230 bladzijden nodig hebben om deze bestemmingsplanwijziging in de Raad te hebben. In een navrante tegenstelling met het onderwerp van zo even, waarin het in 3 regels hebben afgedaan en kennelijk sporthallen gaan afbreken om parkeerplaatsen te maken, zonder dat we daar een goed voorstel onder hebben liggen. En daar wil ik het graag bij laten. Dit was een verlaten stemverklaring, geloof ik. Iemand anders nog? Bovendien eentje die niet klopt, want er komt wel degelijk eerst een plan. Ja. Ja, maar nu gaat u niet alleen maar een late stemverklaring doen, maar ook nog laat met elkaar in het debat. En dat is op zich prima, maar doe dat dadelijk buiten met een glas bier of zo in de hand. Maar ik zou bijna wel zeggen, val ons er niet meer lastig.
Wie nog meer? Nee, dit was alles. Meneer wethouder Agricola. Ja, voorzitter, dank u wel. Op de vraag van de CDA. De provincie is bekend met de plannen en heeft, zoals u kunt lezen in stukken, geen zienswijze ingediend. Ja, meneer voorzitter, dat was niet om ons vraag. Het gaat niet om een zienswijze, want dat is natuurlijk formeel opmerking of een bezwaar. Maar meer of bij het eventueel ontwerp mee wordt genomen. Of dat besproken is of dat op het netvlies staat van de provincie. Ik weet niet of het bekend is, maar zou er anders navraag naar willen doen? Of? Volgens mijn informatie is de provincie van alle ins en outs op deze plek op de hoogte. Zou u het nog willen toetsen? Weet u wat, dan komt een concrete vraag en dan komt een niet concreet antwoord. Ik kan me voorstellen dat de heer Kouw het fijn zou vinden als volgens mij gewoon iets harder wordt. Dat kan ook schriftelijk, dat geeft u net al aan. Maar zou je dat kunnen toezeggen dat u die vraag even nog gewoon schriftelijk op terugkomt? Nou, er is uitvoerig gesproken met de provincie, te meer omdat de parkeerplaatsen van dus de bakkerij daar op dat kruispunt, ter hoogte van het kruispunt zaten. We hebben dus in overleg met de eigenaar van het perceel afspraak kunnen maken dat de bakker nu gaat parkeren op eigen terrein. We zijn zo ver meegegaan dat er ook nog een kavel is uitgehouden voor een eventuele bedrijfswoning voor de bakker. De bakker heeft nu één bedrijfswoning, maar zou die willen gebruiken voor zijn bakkerij, dan heeft hij nog ruimte. En daardoor komt er ook meer ruimte beschikbaar bij de parallelweg, met name bij de verbreding of de verandering, met name over 377. De vraag is eigenlijk net wat anders, want ik lees ook in het stuk inderdaad dat er ruimte wordt gecreëerd en dat is allemaal vrijwillig door de initiatiefnemer, hè, die wil daar ook ruimte creëren voor de provinciale weg. Maar als ik het schetsontwerp zie van het optimalisatiepakket, is er nou geen rekening mee gehouden? Dat is ook logisch, want we moeten er nog een besluit over nemen. Maar de vraag is, of zij straks, mocht het optimalisatiepakket van die Leuze doorgang vinden, er rekening mee wordt gehouden dat hier een aanpassing plaats gaat vinden bij de bakkerij. En zeker alle lof voor de mogelijkheden die initiatiefnemer daarvoor schept. Maar graag wel benutten als die kans zich voordoet. En eventueel mag er schriftelijk terugkomen. Nou, misschien is dat het beste. Maar in ieder geval is de vraag, een optimalisatie wordt niet in de weg gezeten door deze ontwikkeling. Dat is de essentie en daar wilt u zeker van zijn. Ja, oké. D'accord. Dan zijn er nog andere vragen? Niet? Kan ik hem dan aan de stemming brengen? Oké, doen we dat. Voorstel. Agenda punt 9. Herziening. Nieuw-Leuze 2007, Den Hul 5658. En het voorstel is om de 9e herziening bestemmingsplan Nieuw-Leuze 2017, Den Hulst 5658, GML-bestand, en dan komt er een heleboel nummers, met daarin de geometrisch bepaalde planobjecten, de bijbehorende bestanden, toelichting en de bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GPKN-versie van 3 december 2015, langs elektronische weg en in analoge vorm, gewijzigd vast te stellen. En 2, geen exploitatieplan vast te stellen. Gaat u daarmee akkoord? Kijk even rond, dat is met de algemene stemmen. Dan is dat aangenomen. Dank u wel. En dan ga ik naar de overige agendapunten. 10 vaststellen besluitenlijst 18 april. Mag ik dat doen? Ja? Dat is vastgesteld. En die van 15 mei 2017. Mag ik dat ook doen? Dan krijg ik de ingekomen stukken. Openbare lijst van ingekomen stukken. Heeft u daar nog opmerkingen over? Vragen? Meneer Lochtenberg, gemeente. Doe ik het weer. CDA. Toch? Ik wil eigenlijk reageren op de mededeling, maar bent u ook al zover? Ik ben zover, meneer Lochtenberg. Mededeling nummer 4, die gaat over de Overijsselse aanpak voor slim openbaar laden. De elektrische auto's. Voor Dalfsen wordt een toename van het aantal. Dat gaat om een regeling waarbij de Overijssel eigenlijk de uitbreiding van het aantal laadpunten sterk gaat stimuleren. Verwacht een kleine bijdrage van de gemeente daarbij, relatief. Nou ligt daar een verwachtingspatroon onder met aantallen per gemeente uit te breiden aantallen laadpunten.
En voor Dalfsen is de verwachting dat het aantal laadpunten benodigd zal zijn in 2020, zo'n aantal van 23, in relatie tot 5 in 2014 gemeten. De vraag is, hoeveel hebben we nu op dit moment? En ik sluit even aan bij wat net mijn collega aan mijn linkerzijde ook al aangaf. De antwoorden mogen best even schriftelijk komen, maar het intrigeert ons. Wat doen we als gemeente hier? Even, waar staan we nu? Hoeveel zijn er nu al? Waarom is er in Dalfsen zo'n geringe, relatief geringe toename verwacht? Want provinciebreed is de toename ongeveer 10 maal zoveel als in meetpunt 2014. En voor Dalfsen is het pakweg 4,5 keer zoveel. Waarom? En de vraag is dermate relevant dat wij eigenlijk vinden van waar is die aantal prognose in 2014 op gebaseerd? Zijn de gemeenten daar eigenlijk bij betrokken? En veel belangrijker, kunnen de gemeenten daar alsnog bij betrokken worden? Want we moeten meebetalen. En dan lijkt het me logisch dat we ook meekijken naar waar zijn nou die punten gewenst. En ik kan me voorstellen dat dan niet alleen de gemeente interessant is, maar dat ook de Vereniging van Ondernemers, de Vereniging van Winkeliers, de plaatselijke belangen, maar zeker ook de woningbouwcorporaties even bij betrokken worden. Waar moeten we die laadpunten nou hebben? Zeker als de provincie daar ons in wil sponsoren, lijkt me dat hartstikke interessant. Maar dan wel graag een gedragen beleid daaronder. Zover voor punt 4 graag, voorzitter. Dank u wel. Wethouder, kunt u daar gelijk op reageren? Het mag trouwens ook schriftelijk begrepen van de heer Van. Ik zal twee dingen doen. Ik zal even een persoonlijke reactie geven en we zullen er uitgebreid ook schriftelijk op terugkomen. Er zijn nu 5 openbare laadpunten in de gemeente Dalfsen. Er zijn meer, maar dat zijn allemaal particuliere laadpunten. En ik kan u zeggen, wij varen mee op het provinciaal plan in deze. Maar de specifieke vragen die u hebt gesteld, technisch van aard, zullen we schriftelijk bij de hele raad op terugkomen. Dank u wel. Meneer Lochtenberg, u heeft nog een punt. Dank u. Ja, die gaat over de vraag over de actualisatie van de... even kijken. De afspraken die gemaakt worden met provincie en gemeenten over bouwen en wonen. Daar zit een heel interessant pakket aan afspraken in, waaronder allerlei experimenten. En daar zit bijvoorbeeld bij dat er dan jaarlijks een bijeenkomst is georganiseerd door een van de deelnemende gemeenten, waarin die verschillende voorbeelden van pilots naar voren gebracht worden en de ervaringen daarmee. Nou lijkt ons dat super interessant. Want waarom zouden we allemaal zelf het wiel uitvinden? Onze vraag aan u, wethouder, is van een kunt of aan college, is kunt u ons jaarlijks meenemen in de vorderingen ten aanzien van de verschillende pilots op de verschillende aspecten van wonen. Dat heeft onder andere te maken met allerlei alternatieve woonvormen. Heeft ook te maken met duurzaamheidsaspecten. Heel interessante ontwikkelingen. Voor ons heel interessant in ieder geval. Maar doodzonde als we er allemaal zelf naar op zoek moeten. En als u die informatie binnenkrijgt of vrij eenvoudig binnen kunt krijgen, zouden wij daar graag in worden meegenomen. Wethouder. Zoals u weet, meneer Lochtenberg, staat tegen dit college altijd open voor vernieuwende zaken. En de vraag die u stelt, wilt u de raad meenemen in met name de pilots en die zaken die in orde zijn? Dat wil ik met alle plezier doen en we zullen u ook via het RIS hierover informeren jaarlijks. Oké, dank u wel. Ik kijk nog even rond. Zijn er nog anderen die naar aanleiding van de mededelingen iets willen bespreken, vragen willen stellen? Dat is niet het geval. Dan sluit ik ook agenda punt 11 tot agenda punt 12, dat is de sluiting van de vergadering. Wij hebben na afloop nog een presentatie over IBOR, Integraal Beheer Openbare Ruimte. Dat is een technische bijeenkomst, dus daar, dat doen wij allemaal zonder beeld en zonder geluid. Dus wij blijven zelf nog heel even bij elkaar. We hebben ook kort pauze. Maar de vergadering sluit ik en ik neem afscheid van de kijkers thuis. En ik wens u nog een hele aangename avond en wij gaan nog even door. Ik sluit de vergadering.